Goedemorgen en welkom weer bij een nieuwe dag. Wie zijn hier allemaal? Mama is hier en wie is er nog meer? Is Olly er ook? Olly die is net wakker. En die heb ik net de kleertjes aangedaan. En ik was al even een half uurtje aan het sporten. Totdat Olly wakker werd. En Ellie die slaapt nog bij oma. En die gaat vandaag naar school toe. En als die klaar is met school, dan ga ik hem ophalen. Maar ik ga eerst even mijn sport afmaken. Ondertussen heb ik lekker gedoucht. Olly is even bij Mike in bed gaan chillen. En ik ben even onderweg naar de supermarkt om even wat boodschapjes te halen. Koffie is namelijk op. En nou ja, ik als koffieverslaafd kan het echt niet dat er geen koffie is in huis. Dus ik ga even snel bonen halen. En even wat koffiemelk voor Mike. En dan gaat Mike die gaat straks naar werk toe. En die haalt vanmiddag ook Elliot van schooltje op. Dus ik heb een ochtendje met Olly. Goedemorgen. Papa is ook wakker geworden. Mama. Ja, jongen. Koekje mag. Lekker drinken. Heb je lekker geslapen? Ik ben dan weer bij de bakker geweest. Lekker. Wat heb je gehaald? Mini krentenbolletjes, brood, vers brood en natuurlijk voor de lunch salade. En koffie. En koffie. Ja. Koffie. Het belangrijkste is er. Heb jij al een knuffeltje aan papa gegeven? Ja. Papa gaat namelijk naar werk toe. En wij zijn lekker thuis vandaag. En volgens mij gaat papa ook Elliot ophalen. Nee. Als Elliot klaar is op schooltje. Nee. Jawel. Nee. Papa is al weg, denk ik. Nee. Ja. Nee. Ja. Oké, oké. Daar gaat papa. Zeg maar dag, papa. Nee. Nee. Papa weg. Zwaaien. Ja. Papa is al weg. Nee, meer. Nee, niet meer zwaaien, Olly. Maar ik ga even jouw broodje maken. Jij wil kaas, Olly? Op. Op het aanrecht, Olly. Ja. Kom hier zitten. Die is kaasmonster toch, Olly? Nee. Olly, ben jij kaasmonstertje? Ja, Olly is wel een beetje ons kaasmonster. Kaasmonster, Olly? Nee! Oh, kijk, nee! Kaas, hè? Nee. Maar lief, eigenlijk nee. Altijd kaas. Nog meer kaas? Ja. Meer kaas in je mond, Olly? Er zit nog heel veel in je mond. Wil je meer? Mm-hmm. Oké, alsjeblieft. Mama, die is morgen jarig. Nee! Ja, mama, morgen jarig. En nou wilde ik eigenlijk vanmiddag naar de winkel. En de winkel, daar kun je nu alleen maar op afspraak in. Dus ik had bij de HEMA had ik een afspraak gemaakt om 4 uur. Vanmiddag om wat bakspulletjes te halen. Want ik denk, nou, het is wel leuk om met de kinderen iets te bakken. Oh, mee? Ik ga niet echt mijn verjaardag vieren. Oh, mee, mama? Natuurlijk mag je ook mee. Ik ga niet echt mijn verjaardag vieren, want het is niet echt... ja, weet je, je kan toch niemand met elkaar uitnodigen of... In ieder geval, niet iedereen wil bij elkaar zijn op het moment. Okay. Dus voor mij was dat een reden om te zeggen, jongens, ik sla mijn verjaardag dit jaar eigenlijk eventjes over. Maar dat betekent natuurlijk niet dat ik het niet met de kinderen op een leuke manier kan vieren. Dus ik had bedacht om naar de HEMA te gaan. Op afspraak. Maar dat is pas vanmiddag om 4 uur. En aangezien wij deze ochtend ook geen tijdsdruk hebben om Elliot op te halen. Ik ga mama de winkel even bellen om te vragen of ze misschien vanmorgen al kan komen. Dus dat ga ik eventjes doen. Oh, wat zeg je, Olly? Ga je ook taart pakken? Ja. Ga je mama helpen met een taartje bakken? Ja. Volgens mij gaat Olly nu al naar zijn eigen keukentje toe om te bakken. Maar ik ga in ieder geval de HEMA even bellen om te vragen of ik wat eerder kan komen vandaag. Oh. Oké. Oh, nou super. Dan kom ik straks gewoon even langs. Fijn, dankjewel. Oké, dank je. Hoi. Nou, dat is mooi, Olly.
We kunnen zo naar de winkel, dan kunnen we taartspulletjes kopen. Taartspullen. Taartspullen. Ook mee? Ja, jij gaat ook mee. Oh. Want we gaan namelijk een taart maken voor mama de verjaardag morgen. Ja, en Olly laat nog even wat van zijn muzikale kunsten horen. 300 jaar geleden dat ik in de HEMA ben geweest. Toch, Olly? Heel lang geleden dat we hier zijn geweest. Hier zie ik in ieder geval wel versiersels. Kijk, ik zal even... Ik zal het even zo doen. Kijk, hier wel allemaal versiersels. Dus het ziet er allemaal wel gezellig uit. Oh, kijk naar hamburgerdoosjes. Hoe leuk is dat? Allemaal hele leuke versiersels. Mooie ballonnen. Nou, ik ga eens even lekker winkelen. We komen net bij de winkel vandaan. En we hebben allemaal leuke... Lensesvies hebben allemaal leuke spulletjes gekocht. Maar niet zoveel dingen voor de taart. Dus we gaan nu alsnog even naar de supermarkt toe. En ik denk dat ik iets van een cheesecake ga maken met de jongens. Met aardbeidjes erop en zo. Gewoon een no-bake cake. Dan maken we er gewoon een gezellige taart van. Ik heb wel allemaal andere leuke spulletjes gekocht. Oh, je merkt wel gelijk dat als je in een winkel bent dat je veel meer koopt dan als je online zou doen. Dus het was wel echt weer eventjes leuk om in een winkel te zijn, hè, Olly? Ja. Ja, met allemaal mooie spulletjes hadden ze daar. Oh, en we hebben een lekker koekje gekregen. Laat hem eens zien, Olly. Het welkom terug koekje van de HEMA. Lekkere koekjes. Zal ik hem even openmaken voor je? Ja. Jij hem lekker opeten. Het papiertje moet er nog af. Ga maar vertellen. Zeg maar die mee, Olly. Die mee. Ja, die gaan we meenemen. Hè? Die gaan we centjes betalen. Eet laat maar zien. Aan de camera. Appeltaart. Appeltaart. Ja, lekker de appeltaart. Ja. Heel goed, Olly. Ja, gaan we lekker de appeltaart maken vanmiddag. Ja, thuis. Ja, lekker thuis. En Elliot gaat ook meedoen. Nou, zet hem er maar op. Ja. Mama gaat even piekje, jongen. Ik piek. Ben je erbij, jongen? Ja. Twee. Nog eens. Goed zo, Olly. Nou, hou jij de appeltaart vast. Dan mama deze even piekje. Dus ik dacht, nou, misschien is het leuk. Als we even laten zien wat we hebben gekocht. Wat hebben wij gekocht? Wat is dit? Ja, een taart. Kaars, ja. Kaarsjes voor op de taart. Ja, voor, mama wordt morgen... Mama wordt morgen 30. Ja, daarbovenop. En dan gaan we vanmiddag de taart maken. En dan doen we morgen de kaarsjes erop. En dan zingen we... Mama blijft 29, want die slaat dit jaar de verjaardag over. Oei. En we hebben kommetjes gekocht. Ja. Hele mooie blauwe en een soort aarde kleur oranje. Bordjes voor de jongens. Ook blauw en oranje. Ja, oranje-bruin is het eigenlijk. En hele leuke bijpassende bekers. Mooie oefendrinkbekers voor jou en voor Elliot. Mooie bekeren, Olly. Ja, gaan we een stapeltje maken. Maak maar een stapeltje hierin. Zo, lekker drinken. Heel goed, Olly. Ja, gaan we bij de lekkere taart. Daar is de taart. Daar is de taart er bovenop. Kijk, en ik heb de vegetarische oogworst eindelijk binnen. Want die wilden we dus eigenlijk voor de lockdown al kopen. Maar ze hadden die niet bij de HEMA bij ons in de buurt. Ja, de kaarsjes voor op de taart. En nu hadden ze ze wel, dus ik heb dat gelijk meegenomen. Want ja, nou ja, zoals je misschien wel weet, eten we eigenlijk heel erg veel vega. Dus dit was natuurlijk een onmisbaar product voor onze kast. Dus die heb ik ook meegenomen. En daarnaast heb ik nog een heel leuk polootje. Ik denk dat dit alvast voor Koningsdag is. Mama, ja, voor mijn telefoon heb ik meegenomen. Met een superleuke bijpassende joggingbroek. Voor Elliot heb ik dat meegenomen. En jongens, deze vond ik zo leuk. Kijk, hier een soort regenjas. En hij is gevoerd. Nou ja, het is een regenjas, maar hij is dus ook gevoerd en een klein beetje gewatteerd aan de binnenkant. Dus hij is ook nog eens een keer lekker warm. Mama, en ik vond deze kleur dus echt gewoon waanzinnig mama, leuk. Mama, ja, oh, die past erin. Goed gedaan, Olly. Dus die heb ik ook voor Elliot meegenomen. Oliver die had er al eentje, een hele leuke gele. En nu heb ik een beetje kaki kleur ook voor Elliot meegenomen. Mama, en, Olly, deze voorraadpot hebben we meegenomen, hè? Mama, ja.
Ja, een horloge. Maar, oh, moet ik hem omdoen? Ik. Oh. Nou, doe maar om. Hm? Hoe moet dat? Ja, hoe werkt dat nou eigenlijk? Hoe werkt dat? Hm. Hoe moet dat? Ja. Moet het zo? 2 hours later. Nee, Orly, dat kan niet zo. Ja, zo doen. Nou, als jij dat nou eens even gaat uitvogelen, hoe dat werkt. Achoo! Gezondheid. Zo. Gezondheid, Orly. Zo. Ja, werkt niet, hè? Nee. Zullen we hem even opruimen? Dan kunnen we de nootjes in de potten doen. In deze nieuwe, ik vind ze echt waanzinnig leuk, glazen wekpotten. Of, nou ja, geen wekpot, maar voorraadpotten van glas. Met een houten deksel. En Orly, misschien dat jij mij even kan helpen, want ik heb er 2 gekocht. Eentje voor de amandelen, die gaat in de kleine pot. En dit is de kleine pot, Orly. Deze. Dan gaan de amandelen lekker in. Onze snackies. Cookie uit! Ja. Even kijken of ik die zo op. Mm-hmm. Papa, stickertje eraf. Gaat de deksel eraf. En Orly, we gaan deze nootjes hierin doen. En ik denk dat jij me daar heel erg goed mee kan helpen. Kijk, ik maak hem even open voor je. Oké, 2 handen vasthouden. Hoppa, doet hij gewoon. Dankjewel, Orly. Eeuw. Goed gedaan. Wil je er eentje proeven? Goed kouwen. Tandjes, met je tandjes. Ha. Onze kinderen eten wel heel veel noten. Nee. Althans, no. Elliot voornamelijk. En nee. Oliver is toch wel meer van het zoete. Ja. Lekker nootje, Orly. No. Dat is toch leuk. Ja. Nou, ik ga alle spoedjes weer even opbergen. Ga je me helpen? Ja. Want ondertussen is Elliot weer terug van schooltje. En hij heeft de paaskleurplaat al gevonden. Die had ik vanmorgen bij de bakker meegenomen, speciaal voor jullie. Ja. Zal ik even wat krijtjes pakken? Dan kun je namelijk met de krijtjes kleuren. Als je wil, dan heb ik het hier neergelegd. Kun je misschien een gezichtje erop maken met oogjes van het paaseitje? Ben je theetje aan het maken? Voor de bakker. Een thee voor de bakker. En voor jou. Lekker. Ja, dat lust ik wel. Drinken wel klok klok. Eet ons kopje. Doe me nog een slok. Nog een keertje rechtzetten. Ja. Lekker. Deze voor jou, ja. Die is een beetje omlaag. Zit er niet heel veel in? Nee. Oké, proost. Je mag die wel van mij hebben. Is deze vol? Ja. Helemaal. Nou jongen. En wat wil je nog meer? Ga jij maar even lekker koken. Misschien een pizza bakken. Gaat mama nog heel eventjes een beetje werk doen. Ik heb nog een vacature liggen die ik moet gaan schrijven, maken, doen. Ja, doe maar een broodje met kaas. Want we zoeken namelijk iemand voor in de winkel erbij. Want we hebben het een beetje druk. En we komen eigenlijk echt handen tekort nu. En zeker nu de winkel ook weer open mag en de zwemschool natuurlijk weer volop gaat draaien. Komen gewoon nu echt een beetje handen en mensen tekort. Dus we hebben de vacature gaan we openzetten. Dus dat ga ik nu eventjes afmaken. En dan in de hoop dat we echt op korte termijn iemand kunnen vinden voor bij ons in de winkel. Ja, Orly, die gaan we maken. Een bakje voor Oliver. En een bakje voor Elliot. Want jullie kunnen straks zelf de appeltjes snijden met elkaar.
Hé, en wat ik ga doen, ik ga de appeltjes schillen. En dan mogen jullie hem in hele kleine stukjes gaan snijden. Dus dan krijg jij een plankje. Die is voor jou, dat plankje. Oh, ja. Olly krijgt ook een plankje. En dan krijgen jullie allebei, jij wel altijd het piratenmes en jij wel altijd het riddermes. Zo. Wie wil altijd de riddermes? Scherp mes voor. Ja? Ik ga jou zo een stukje geven. Kijk, ik snij hem even door de helft. En dan moeten we eerst, kijk, er zitten nog pitjes in, zie je dat? Die moeten er eerst nog even uit. Want je kan namelijk niet, het is niet zo lekker als je die pitjes gaat eten. Zo. Ik ga het een keertje voordoen. En dan kunnen jullie het nadoen. Kijk, je pakt zo je appeltje. Zo, doormidden. En dan maak je hele kleine stukjes. Kijk, kun je hele kleine stukjes zo snijden. Op Pepe? Nee, niet op eten, Oni. Dus voor in de taart. Huh? Eet die maar op. En dan mag je die andere kleine stukjes snijden. En dan mag je de stukjes in je kommetje doen. Oh. Ja hoor, Oni. Doe er maar in. Olly, je moet niet opeten, je moet snijden. Huh? Snijden. Hm? Ja. Snijden. Ja, eet die maar op. Die had je volgens mij net in je mond. En hoe kleiner de stukjes, jongens, hoe meer er straks in de taart past. Probeer ze heel fijn te snijden, oké? Okay? Die lamp knippert een beetje. Ik ga dat eens even laten zien, want Ellie, dit zijn appelstukjes, jongens. Moet je eens kijken. Dat doet hij heel erg goed. Ja. Voor mama's verjaardag. Ja, voor de appeltaart voor mama de verjaardag. Kijk, mama, die mag ik er ook een beetje met jou er een beetje van eten? Tuurlijk, schat, tuurlijk. En ik heb ook lekker slagroom gekocht. Die kunnen we ook lekker op de appeltaart doen. Maar natuurlijk mag je ook van de appeltaart eten, want jij hebt hem ook zelf gemaakt. Mama, help me, mama. Mama. Ja, jongen. Moet ik even aanschuiven? Ja. Okay. Aanschuiven. Zo. Wil je ook nog even het appeltje snijden? Ja. Laat mama even hier naar kijken, wat ik hier allemaal mee moet doen. Ik denk dat de boter intussen... Ja, ik kwam, mama. Dat is al een beetje op kamertemperatuur. Even deze bak leeg. Zo. Oh, Oddy doet alvast even de taartvorm op zijn hoofd. Ei, mama. Ja, een eitje. Een soort eitje. Tik, tik. Die, mama. Die. Ja, gaan we deze inderdaad even roeren. Misschien dat jij daar alvast mee kan helpen. Goed zo, Oddy. Een beetje roeren. Hou mama bakje vast. En dan kun jij het eitje roeren. Dat is gek, hè, Oddy? Is dat een eitje? Ja. Die gaan we roeren. Ja. Heel goed. Dat ziet er al heel goed uit. Ei. Ja, eitje roeren. Mama. Eitje gaat straks door de taart heen. Kom. Ga ik nog een beetje afmaken? Oké. Okay. Olly wil dat heel graag zelf doen.
Dat is alleen maar goed. Kan hij goed oefenen. Toch, Olly? Ja. We altijd goed oefenen, hè? Die mama moet altijd mijn hand voordoen. Ja. Mama, Tim. Mama, nog eventjes doen? Nee, ik. Jij nog even doen? Oké, mag Olly nog even de laatste keer doen? Zo. Heel goed. En dan gaan we het even doen. En dan als we zeggen, nou, voor de laatste keer, dan weet hij dat ook heel goed. Nee, ik al. En dan geeft hij het over, totdat hij het zelf weer wil doen. Oké, laatste keer, Olly. Ja, en dan gaan we allemaal weer. En dan is die bijna klaar. Ha, mama. Ja, dat is heel snel, hè. En dan gaan we zo de boter nog in de kom doen. Oh, nou. Hij is klaar, Olly. Klaar. Klaar. Ja, en klaar. Goed zo. Kijk, die zetten we zo. Die zetten we hier. Hoppa. Ei, die uit ei. Ja, die ei. Zo, dat hebben we, dat hebben we gedaan. Dan gaan we nu het boter, Olly. Die gaat in de grote kom. Waar is de grote kom? Op het aanrecht. Goed zo. Goed zo. Ik wil wat doen. Oh, jij kan me zo helpen met de deeg door. Ik doe eerst even de boter. Elliot, kun jij even helpen met deze kom te schilderen? Oké, deze moet helemaal zo, dat er overal boter zit. Kun jij dat doen? Oké. Maken jullie er een mooie bol van, jongens? Kijk eens. Ik ben aan het werken. Ja, ik zie het. Mama, hoor je? Staat de taart alweer, denk 40 minuutjes in de oven en die gaat er al echt heel erg lekker uitzien. Als de lens weer goed is, de lens een beetje beslagen, kijk. Het ziet er wel echt heel lekker uit. In de vorm van een hartje en de jongens die zijn lekker aan het chillen. En ik denk dat ik nog even wat werkzaamheden op de laptop ga doen. En straks komt oma Marijke eten. Heb je er zin in? Kijk, Elliot is intussen een dino geworden. Mama, hij heeft zichzelf helemaal aangekleed. Kijk, met een staart. Elliot heeft een staart. En hij heeft hele scherpe klauwen. Oh, daar komt je op eten. Elliot, kom jij meekijken of de taart klaar is? Dinosaurus Elliot, want zo heet je natuurlijk. Dinosaurus Elliot, kom je meekijken of de taart klaar is? Ja! Kom, gaan we eens even kijken. Ja! Of de taart klaar is. Hij is nog heel erg warm. We moeten even wachten tot hij is afgekoeld. Maar ik denk dat we misschien vanavond met oma al wel een stukje kunnen eten. Wil je zien hoe hij eruit ziet? Volgens mij zit Elliot helemaal in brandweermansam. Maar de taart is op zich best wel aardig gelukt. Ik ben benieuwd hoe de bodem is, want die ging natuurlijk niet helemaal lekker. Maar ja, we proeven het straks wel aan. De smaak zal het in ieder geval niet liggen. En met slagroom maak je alles lekker. Okay. Wie is daar? Moet allemaal meekomen? Oh, hij lieverd. Oh. Dat is Dino Elliot. Dat is Dino Elliot. Ja. Dat is helemaal verkleed, hè? Meekomen. Ja, we hebben taart gebakken. Voor mama te verjaardag. Echt waar? Echt waar? Met Pimpin. Ja, en jouw Pimpin. Lekker. Lang zal ze leven. Lang zal ze leven. Lang zal ze leven. In de gloria. In de gloria. In de gloria. Wieper de Piep! Ja! Wieper de Piep! Hoera! Wieper
de piep? Ja! Hyper de piep? Ja! Elliot, wil je me helpen uitblazen? Oh. Olly ook helpen? Ja, Olly ook hoor. Wat zeg je, Olly wil ook helpen? Weet je? Ja, goed zo, Olly! Uit is die, hè? Uit! Ja. Oh. Ik vind het zo, zo, is zo, zo, zo! Ik vind jou zo lief, jongen. Gaan we lekker taartje eten? Ja. Wil je de slag hebben? Ja. Ga ik voor jou pakken. Doe ik zo. Oh, en dan kun je het thuis maken. Hoeveel wil je? Oh. Ik weet dat je iets gaat doen. Ja. Zo? Nee, nee, genoeg, 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 genoeg. Olly, is lekker? Olly wil er nog wel een stukje van je. Op Peter, Olly. Oh, jij denkt nu zelf maar. Op PPP. Lekker zeg. Hij is echt een beetje warm. Het hoort eigenlijk bij appetit ook, hè? Oma ook. Oma ook, hè? Lekker. Lekker, Mocht je het weer een leuke video vinden, zorg dan even dat je je abonneert op ons kanaal. Heb je dat erbij? En dan zie je de dag iets van ons, althans zoveel mogelijk. Ciao!